Hey mensen, welkom bij een nieuwe Het Waarheid Waar Weer Over. Het is vandaag een super mooie dag en het wordt ook een hele mooie dag. Want het wordt er niet alleen super lekker weer, maar we krijgen vanavond ook nog eens vrienden op bezoek. Heel erg veel zin in, super lang niet meer gesproken. Robin en Lopke zijn dat. Dus dat wordt heel gezellig, die komen vanavond bij ons. Heel veel zin in en ik ben nu even met Boeba aan het wandelen. Het is echt heel erg lekker buiten. Ik dacht dat het heel warm zou worden. Ik loop even deze kant langs. Normaal gesproken ga ik daar langs, maar er komt een hond aan. En ik heb geen snoepjes bij me om Boeba positief af te leiden. Dus ik loop hier wel even langs. Maar ik dacht dat het echt super warm zou worden vandaag, 33 graden of zo. Het was volgens mij ook voorspeld. Maar nee, het valt heel erg mee. Ik geloof dat het ook maar maximaal 26 graden wordt en dat vind ik prima te doen. Het is jammer dat we niet in onze tuin kunnen zitten. Daar heb ik wel echt heel erg veel zin in hoor. Dat we gewoon op een gegeven moment gewoon een fijne plek hebben in de tuin. Ja, het staat nu vol met de steiger. En het wordt er ook heel warm met al die stenen. Eén advies. Mocht je ooit eraan zitten denken om je tuin waar je groen in hebt en zo aan te pakken. En dat allemaal te veranderen in tegels. Doe het niet alsjeblieft. Het is zo warm. Tegels nemen ontzettend veel warmte op. En gras en zo en groen. Ja, dat verkoelt gewoon. Ik sta hier nu in de schaduw bijvoorbeeld. Dus het groen, dat is gewoon een stuk koeler dan ik daar op de tegels gaan lopen bijvoorbeeld. Dat is alleen al een voorbeeld ervan. Dus ik kan je echt aanraden om dat gewoon niet te doen. Sowieso is het ook veel eco-vriendelijker om gewoon een groene tuin te houden. Het is ook niet ons eigen keuze waar die tegels zitten. Die zaten er al in. Maar als we ooit met die tuin bezig gaan, die garage gaat eraf. Dan gaan die tegels er ook uit en dan komt er een stuk gras. Natuurlijk nog wel iets van een voetpad of zo en een stukje terras. Maar groen is gewoon zoveel cooler. Dus daar heb ik wel heel veel zin in hoor. Het is wel echt, met dit soort weer zou ik wel heel fijn zijn als je gewoon lekker in de tuin kunt zitten. Dus ja, dat zou wel heel fijn zijn. Maar ja goed, dat zit er even nog niet in. Maar ik kan gelukkig wel lekker naar buiten en wandelen. Dat is wel echt heel fijn. Nou, ik ben wel echt heel erg blij met de plek waar we zitten. Boeba, gaat het goed? Oh, Boeba is aan het overgeven. Moment. Ja, dat was ik weer. Hij was net al een beetje gras aan het eten en zo. Vannacht al van, heeft hij last van zijn buik of zo? Of gaan we dus gras eten? Maar nou heeft hij ook overgegeven. Ik hoop dat het nu beter met hem gaat dan. Dat hij geen last meer van zijn buik heeft. Zielig. Wat was ik aan het vertellen? Oh ja, dat ik wel heel blij ben met de plek waar we zitten. Want we zitten zo dichtbij het groen en er zit een park om de hoek, echt letterlijk tegenover ons huisje wat. Dat is wel echt heel fijn, hoor, dat we daar gewoon lekker kunnen wandelen en zitten en doen. Daar ben ik wel echt heel erg blij mee. Wij hebben een rare kat. Lig je lekker, Annie? Jeetje. Oh, je bent ook zo schattig. Jij bent ook zo schattig. Ja. Schatje. Ik heb het hele huis opgeruimd. Zodat het een beetje netjes bij ligt van vanavond. Ik heb de vloer opgeweld en gestofzucht en alles. En Daphne is nu thuis. Hallo. Waar ben je? Ja, heel warm. Ja, en we hebben echt wel heel erg lekker eten. Wraps. Koude wraps. Wist ik niet. Dat is wel chill. Met avocado zie ik, mais, wortel en komkommer. En komkommer, super lekker. Even helpen. Echt smaken. Lekker. Ja, we hebben het eten ook op aangepast deze week, hè? Ja, zeker. Ook toen waren we weer heel slim voor ons. Ja, want we hebben vandaag... Zit er hebben geen crème fraîche? Griekse yoghurt. Oh ja. Vandaag hebben we koude wraps, zomerse wraps. En morgen hebben we... die sushi bowl, die is ook koud. En dan hebben we overmorgen twee keer macaroni salade. Ja, dat zat chill op, dat wel mee. Dus gewoon een beetje fris eten hebt en iets wat snel klaar is en zo. Ja. Ja. Nice, dit is ook lekker trouwens. Ja, hè? Ja. Die kom je wel. Ja. Die wraps zelf zijn ook wel lekker. Ja. Van mijn man. Ja. Welkom bij Het Waait Wel Weer Over.
We hebben een challenge. Ja, ja. Twee walrussen gevonden. Twee walrussen zitten in het water. En we gaan een wedstrijdje doen wie als eerste over is. Nee, wacht even. Ik zeg klaar voor de start. Want aan de linkerkant hebben we Robin Timmer. Vroeger bouwvakker, maar zit nu op kantoor. En aan de rechterkant hebben we Wouter Waaier. Wouter Waaier, de vlogger zoals we hem kennen. 3, 2, 1, ja! Ik gok op Robin. Wat gok jij op? Ja, Robin. Ja. Hey, okay. Kom op, niet je benen gebruiken. Robin, dat is wel een spel. Vals spel. Nou, nou jij. Ik denk dat dat was. Goh, sorry. Ah, walvis. Daphne wedde trouwens op Robin, niet eens op jou. Hè? Daphne wedde op Robin. Oh. Fuck jou! Robin en een Lopke zijn inmiddels weer naar huis. Het was echt super gezellig. We hebben geswommen. Toen je zag, even naar het nieuwe stadstrand geweest. Dat is onlangs geopend. Dat was nog nooit geweest. Het was echt heel erg chill. Super lekker water. Helemaal niet koud. Ik had verwacht dat het veel kouder zou zijn. Maar het was echt super chill. Het was gezellig. Net is mijn telefoon even geflikkerd. Dus dat is wel een beetje jammer. Die zit nu vol barsten. Dat is wel erg jammer. Maar verder was het een hele leuke avond. Wil ik nog iets anders vertellen? Ik kan met mijn telefoon filmen, dus ik de barsten laten zien. Nee, ik kan wel wat zien, zie je toch beter. Ik voel dat het weekend is. Ja, het voelt nog wel een beetje als weekend, ja, inderdaad. Maar vond het wel heel leuk. Ja. Nu gaan we slapen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken van deze vlog. Vond je hem leuk, geef hem dan een duimpje omhoog. En vergeet ook niet te abonneren. Oh ja, laat even weten wie nou de winnaar is van de zwemwedstrijd. Want Lopke had hier dat we een zwemwedstrijd gingen houden. Ja, ik weet jullie gewoon niet, vind jij het? Ja, Robin. Oh. Ik heb geen idee. Ik had het idee dat het een beetje een gelijke finish was. Je kan het terugzien, toch? Dat is waar. Zie het morgen bij de uitval. Maar laat het even weten in de comments wie volgens jou de winnaar is. Bedankt voor het kijken. Tot morgen. Doei!